Absoluut. Ja, ik denk wel dat het waar is als je echt een inbound handraiser-achtige strategie doet. En toch denk ik dat als je de signals opvangt en een SDR-team hebt, dat ze beter de learning intent kunnen nabellen dan koud bellen. Oftewel, hè, als wij zeggen van je bent nu koud aan bellen, maar kijk eens even, we hebben deze intent gevangen. Of het nou learning, solution of vendor is. Gewoon ja, relatie bouwen. Maar koud bellen, als in ze zijn bij een webinar geweest en dan vraag je of alles duidelijk was voor die learning Ja, intent. ik bedoel meer, kijk, eigenlijk zeg je weer hier, als je dit zou moeten geloven, die hele sales signals afvangen en doorsturen naar het CRM, dat heeft eigenlijk helemaal geen zin. Want ze zijn eerst aan het leren, die solution. En eigenlijk als ze vendor intent hebben, dan komen ze vanzelf wel naar jou toe. Ja, in de ideale wereld wel. Maar het is wel degelijk, als je SDR hebt zitten, of überhaupt sales team hebt zitten, ja, dan kun je ze ook beter de learning intent aanreiken dan geen intent aanreiken. Want eigenlijk zegt hij, doe nou maar niks met de learning intent. En hij laat het proces daarin zien, de journey. Maar ook als het low intent is, kan je volgens mij beter gewoon alsnog bellen dan niet bellen.